vooral ook onderwijzer in Bord Meerbeek en al jarenlang de spilfiguur is geweest rond de herdenking van het 20e transport. Herdenkingen in Bord Meerbeek zijn eigenlijk een belangrijk element geweest in de bewustwording ook rond de vraagstelling die wij hier hebben rond de deportatie van het Dossin en dan het 20e transport en toch de actie van het verzet in combinatie met het verzet dus buiten de trein en binnen in de trein. Aanduiden wie er in zijn verzetsgroep zit. En het blijkt dus dat de Gestapo niet weet dat er dus zoveel verzetstrijders in Dossin zitten. Want normaal was het zo dat die naar de Breendonk werden gevoerd en van daaruit werden getransporteerd. Dit zijn namen die u vandaag al een paar keren gehoord hebt. Abraham Bloder, Pierre Fischel, zijn allemaal mensen van de gewapende partizanen die in het 20e transport zaten en die getransporteerd zijn. Met Meijer Tabakman, daar wil ik toch wel eventjes kort op ingaan, omdat het toch een heel mooi verhaal is. Het is een levensloop dat leest als een spannende roman. Hij is textielhandelaar. Hij heeft commerciële activiteiten die hij gebruikt voor dekmantel. Hij schrijft voor Le Flambeau, Notre Parole. En hij doet hulp aan ondergedoken kinderen, ja. Had contacten met het VJB en dat is toch wel opmerkelijk dat hij dus feitelijk met de Jodenraad toch ook wel contacten had. Maar hij is de Belgische Schinder, vind ik. Want hij gaat een modelboerderij opstarten in Okegem. En hij gaat daar mensen, jonge Joodse mensen laten onderduiken. Ik noem hem de Fritser, want dat is het woord dat ook gebruikt werd door Leopold Flam. Voor iemand die regelmatig kon ontsnappen uit een transport. En dus die tabakman die kon dus ontsnappen uit het 19e transport, het 20e transport. En in het 23e transport komt hij in een speciale wagon terecht. En in, hij komt daar niet van terug. Dat is de laatste passage geweest in Mechelen. Hij is daar samen met zijn vrouw is hij getransporteerd naar Auschwitz. En daar... sindsdien wordt er niets meer gehoord en hij wordt vermoord. Je hebt ook de connectie, de Hongaarse connectie. Hij is bevelvoerder, ja. Hij schakelt dus de SIPO SD uit. Hij werd door de SS neergeschoten bij een gevecht in het bos van Swanny. Dus er zijn veel mensen die ontsnappen, maar die het niet overleven. Want dat is een gevaarlijk iets. Ik vind het heel goed... Herman, dat je het verzet op het niveau van de dood gezet hebt hier in uw museum. En dan heb je Kutnotsky, Leon, gewapende partizaan, en die noemde, dat was alias Caro, die met Sissi Silberstein gesprongen is. En ja, die wordt terug aangehouden, en dat is ook heel eigenaardig. Kutnotsky wordt niet naar de Dossijn-kazerne gevoerd, hij wordt naar Breendonk. Hij wordt in Breendonk, hij gaat naar Buchenwald. En daar wordt hij in juni 1944 opgehangen als terrorist. U ziet het, maar het was soms wel interessanter om naar Breendonk gevoerd te worden. Vandaar dat de meeste verzetstrijders zeiden, ik ben Jood. En niet, ik ben verzetstrijder. Als ze Jood waren en was gebiologeerd om Joden op dat transport te krijgen, dan zette men iedereen zo vlug op die trein. En waarom was, en dan zit ik aan het laatste waarom, vraag. Er zijn nog veel waarom-vragen, denk ik, maar de laatste waarom-vraag. Ja, die wagon van de Fritsers, wat bedoelen we daarmee met Fritsers? Het is een term van Leopold Flam. Mensen die uit vorige transporten werden gevat, die gesprongen waren en teruggevat werden, die werden in een aparte zaal gezet. En Leopold Flam die heeft daar ook in die zaal gezeten, om weet ik welke reden, maar die zat daarbij. Dan werden die, als het vertrek was, werden die samengezet in een wagon, vlak achter de bewakingswagon waar de bewakingspolitie zat. En, klein detail ook, dat werd gemengd met gewone mensen, met gezinnen, zodanig dat feitelijk het verzet ook een stukje al werd tegengehouden. Laurence heeft daar ook van gesproken. Dus die vluchters uit vorige transporten konden
toch nog infiltreren in de gewone wagons. Bijvoorbeeld Meijer Tabakman was zo iemand die toch nog kon ontsnappen toen in dat Winterse transport. En de flitser bij uitstek, en u ziet hem daar staan, Salomon Abramovic, die heeft dus vier transporten doorlopen. Dus uit het 17e, het 18e. En dan met die kleine S'jes daarachter, dat wil zeggen dat zij in de speciale wagon zaten van de fietsers. Het 20e zat in de speciale wagon. Dat was die man die dus een vierkant kon maken op een uur. En dan de 23e wagon, 23e transport. En dan hebben we niets meer gehoord van Salomon Abramovic. Disparu, denk ik. Dat is die speciale wagon. De rode cirkels zijn de twee mensen die het overleefd hebben. Wil u meer weten, dan kunt u terecht bij het boek. Maar ook, er is een website die u kunt bekijken. En wij doen jaarlijks een herdenking. En dit is gewoon een kleine memorie ter herinnering